Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uittesten, namelijk de Cookies for Santa collectie. Deze collectie is uitgebracht eigenlijk speciaal voor kerst. En ik moet wel zeggen, als ik hem vergelijk met de collectie van vorig jaar, is die iets soberder. Want vorig jaar hadden ze bijvoorbeeld ook een heel mooie oogschaduwpaletten. Dit jaar zitten er meer producten voor die lippen in. Ik heb alleen de make-up producten gekocht. Er zijn dus nog meer producten te koop. Ik zal de link van de blogpost die ik daarover gemaakt heb met de preview van de artikelen nog even in de beschrijving zetten. En in deze video ga ik je dus meer informatie geven over deze producten. En we gaan de producten samen uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn of deze collectie een aanrader is, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, wat zegt Essence zelf over deze collectie? De verwende rijen uit de Cookies for Santa trendeditie creëren unieke make-up looks met een ultieme kerstglow. Van remover pads tot highlighter, lip- en nagelproducten. Ze hadden inderdaad ook van die remover pads die je kunt wassen en nagelstickers. Die heb ik dus niet gekocht. Maar ze vervullen elke wens en een extra goodie. Een setje met gingerbread man armband en oorbellen als sweet eye catcher. Die zaten er dus ook nog in. Maar je zou dus helemaal eigenlijk in de kerstvibe komen met deze producten. Ik heb allereerst een glitter lip beautifier. Dat is deze. Ik heb de baked highlighter. Dat is deze. Ik heb de lippenbalsem. Die ziet er heel leuk uit. En ik heb de lipscrub. Dus, dat zijn de producten die ik heb. Laten we ze gewoon gelijk maar eventjes gaan proberen. De prijzen hebben jullie inmiddels al in beeld zien staan wat de producten kosten. Ik ga beginnen met de lipscrub. Dit is een cookie lipscrub. En hiermee zou je dus gewoon zacht tot zachtere lip krijgen. Heeft een voedende formule met amandelolie. En het amandelschildpoeder exfolieert mild de lippen. En de amandelolie heeft dan weer een voedende werking. We gaan hem gewoon eens eventjes bekijken. Hij heeft de naam 01 Kisses in de baking. Hij heeft wel een hele leuke verpakking ook. Ziet er wel echt heel leuk uit. Oh, hij ruikt inderdaad echt naar koekjes. En zo ziet hij er dan uit. Dus ik ga deze gewoon een beetje aanbrengen. Ik ga jullie even een beetje inzoomen en dan gaan we de lippen eerst maar eens even scrubben. Zo, ik breng hem gewoon aan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik voel hier geen scrubdeeltjes in zitten. Hij ruikt echt wel heel lekker. Maar ik voel de scrubdeeltjes niet. En ik zie ze echt wel zitten hier en daar. Maar ze zijn denk ik vrij klein. Dus daarom voel ik ze niet. Ik ga mijn lippen gewoon even over elkaar heen bewegen. Misschien. Ja. Ik voel echt die lipscrubdeeltjes niet. Dat is echt jammer. Dus ik heb ook niet echt het idee dat dit heel erg veel zal doen. Ik ga het eventjes laten intrekken en dan kom ik zo even bij jullie terug om te kijken of dat het überhaupt wat gaat doen. Maar ik ben er eerlijk gezegd een beetje bang voor. Nou, ik heb mijn lippen eventjes over elkaar heen bewogen. Maar ik voel absoluut geen scrubdeeltjes zitten. Hij voelt wel heel fijn aan op de lippen. Ik voel ook echt wel dat hij verzorgt. Maar die scrubdeeltjes die komen dus niet tot zijn recht. Dus daarom vind ik het eigenlijk niet zo heel handig. Omdat hij dus gewoon... ja, die scrubdeeltjes niet laat zien. Dus dat vind ik niet fantastisch. Nou, om de lippen dan maar gelijk ook wat te verzachten, wil ik doorgaan ook naar de lippenbalsem, die natuurlijk een fantastische verpakking heeft gekregen. Hij heeft de naam 01 So A Dog Rebel. Wat zegt Essence over deze lippenbalsem? Hij zou voeden en hydrateren. En niet alleen intensief, het zou ook zorgen voor zachte rode lippen. En hij heeft de geur van kerstkoekjes. Nou, de verpakking is inderdaad super schattig. Hij doet me een beetje denken aan een eerdere trendeditie van Essence. Die hadden ze toen ook zo'n soort lippenbalsem met zo'n soort verpakking.
Openmaken is ook een ding. Oh, hij ruikt inderdaad wel heel lekker. Hij is inderdaad rood van binnen. Dus ik zal hem ook even zwartje om te kijken. Oh ja, hij heeft inderdaad kleur. Dat ziet er al leuk uit. Dus we gaan hem gewoon even aanbrengen. En dan gaan we even kijken of hij mijn lippen lekker zacht maakt. Nou, ik ben ook wel benieuwd of de kleur tot zijn recht komt. Ik doe gewoon een flink laagje. Je ziet wel iets van de rode kleur, maar ja, het is gewoon subtiel. En dat is natuurlijk ook gewoon prima. Ik denk dat we dit gewoon eventjes een poosje in gaan laten trekken. En dan kunnen we in tussentijd eventjes de highlights gaan proberen. En dan kunnen we daarna het andere lipproduct gaan proberen. Maar op zich, het voelt wel lekker aan. De geur is heel lekker, dus op zich moet ik zeggen, voelt het wel oké. Dan hebben we hier de highlighter. Die ziet er dus zo uit. Dit is dus een baked highlighter die de naam 01 Baked with Love heeft gekregen. Laten we even kijken wat Essence hierover te vertellen heeft. Dankzij de licht reflecterende glinsterdeeltjes laat deze baked highlighter je huid stralen in een bronsachtige gouden kleur. Terwijl de fluweelzachtige baktextuur gemakkelijk aan te brengen en te blenden is. Het hoogtepunt, hij heeft een heerlijke geur van cookies. Nou, laten we hem ook gewoon even openmaken. Oh, hij ruikt inderdaad echt naar koekjes. Zo ziet hij er dan uit. Ja, hij heeft inderdaad echt wel een koekiegeur. Ik ga hem even swatchen. Oeh, intens. Wauw, je ziet er wel echt intens uit. Ik ben wel heel erg benieuwd of hij dan op het gezicht ook zo intens is. Dus we gaan hem gewoon eventjes aanbrengen. En dan gaan we wel zien of dat hij er net zo mooi uitziet op mijn gezicht als met de swatch. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan even de highlighter uitproberen. Daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Dus ik ga gewoon een beetje opnemen op mijn kwastje. Ik heb denk ik een beetje veel gepakt. En dan ga ik hem gewoon eens aanbrengen. Hij is wel heel mooi. Hij is echt heel mooi goud. Hij ruikt ook zo lekker, jongens. Ja, ik vind hem wel heel erg mooi. Andere kant. Oh, hij is wel echt heel mooi hoor. Hij schijnt echt wel mooi van je gezicht af. Beetje op de neus en een beetje op het cupidoboogje. Ik vind hem wel heel erg mooi en die geur die is gewoon echt heerlijk. Dus ik vind hem eigenlijk best wel ja, heel erg mooi moet ik zeggen. Ik vind hem ja, er mooi uitzien. Ja, ik ben er wel heel blij mee. Nou, intussen heeft de lippenbalsem even kunnen intrekken. Ik moet zeggen, hij voelt wel lekker zacht aan. Hij hydrateert voor mijn gevoel ook wel. Alleen je moet wel een flinke laag aanbrengen. Want als je te weinig aanbrengt voel je er niks van. Maar hij voelt zeker niet verkeerd aan op de lippen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik ga hem nu wel eventjes eraf halen. Omdat we natuurlijk nog een lipproduct hebben die we uit gaan proberen. En dat is natuurlijk die Glitter Lip Beautifier. Deze. Dus ja, die wil ik dan eventjes ook nog met jullie gaan testen. Om te kijken of deze leuk is om aan te schaffen. Nou, wat zegt Essence over de Glitter Lip Beautifier? Je lippen zouden helemaal voorbereid zijn voor een kus onder de mistletoe met deze Glitter Lip Beautifier. Hij heeft ook weer een heerlijke cookiesgeur. De zachte glitterdeeltjes zouden zorgen voor een subtiel glinsterend effect. En de formule bevat jojoba olie en vitamine E. En daarnaast worden de lippen dus tegelijkertijd intens gevoed. Ik ben heel benieuwd. De verpakking ziet er wel heel leuk uit moet ik zeggen. Ik word er wel blij van. Deze heeft de naam 01 Meet Me Under the Mistletoe gekregen. En hij ziet er dan verder zo uit. Ja, hij ruikt inderdaad wel heel lekker naar cookies. Ik zal hem ook even swatchen. Maar die zie je niet zo heel goed. Ik heb hem geswatcht, maar je ziet hem niet zo heel goed. Dus ik ben benieuwd of die op mijn lippen dan wel mooi tot z'n recht komt. Oké, tijd om hem aan te brengen.
Ik weet niet of je de glitterdeeltjes heel goed ziet. Ik denk misschien dat ik hem nog leuker zou vinden over een kleur heen. Zeg maar over een lipstick of liquid lipstick heen. Want ik moet zeggen dat ik hem nu niet zo heel veel vind doen voor mijn lippen. Dus dat vind ik een beetje jammer. Nou, wat vind ik nou van deze collectie? Nou, de highlighter, daar ben ik super enthousiast over. Die vind ik echt wel heel fijn. De lippenbalsem is wel heel fijn. Mits je een wat dikkere laag aanbrengt, is het gewoon een hele fijne lippenbalsem. Die ook echt wel je lippen zacht maakt. Daar ben ik zeker van overtuigd. De scrub, daar ben ik wat minder enthousiast over. Omdat ik de scrubdeeltjes gewoon niet voel. Hij voelt fijn aan op mijn lip hoor, absoluut. Maar ja, omdat het echt een scrub is, verwacht ik ook wel dat er wat meer deeltjes in zitten. En die kwamen niet heel erg terug voor mijn gevoel. Dus ja, die vind ik gewoon echt even wat minder. Ja, die Glitter Lip Beautifier, ik vind hem leuk. Als je echt dichtbij in de spiegel kijkt, zie je die glitterdeeltjes ook echt wel terugkomen. Dat is op camera een beetje moeilijk vast te stellen. Maar net wat ik zeg, ik denk dat het ook wel leuk zou zijn over een liquid lipstick die mat opdroogt en dan nog zo'n glittertje aan te brengen. Ik denk dat dat wel leuk is, want ik vind hem eigenlijk, om hem zo aan te brengen, vind ik hem eigenlijk een beetje saai. Ik zou dit niet met kerst dragen, want dit vind ik gewoon niet kleurrijk genoeg. Dus ik vind het een beetje een twijfelgeval. Ja, het is leuk, maar er had van mij meer kleur in mogen zitten. Maar net wat ik zeg, misschien over een liquid lipstick, dat de kleur echt heel mooi tot z'n recht komt. Verder vind ik wel alle producten heel erg lekker ruiken. Dus ja, dat is wel echt een pluspunt. Maar ik had er denk ik persoonlijk gewoon iets meer van verwacht. Vooral van die Beauty Lip Fying, Glitter Lip Beautifier en de scrub. Maar de lippenbalsem en de highlighter vind ik sowieso echt wel heel fijn. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al producten uit deze collectie hebt aangeschaft. Of dat je de collectie helemaal niet zo aansprekend vond. Dat kan natuurlijk ook. De collectie ligt inmiddels in de winkels. Ik weet niet tot wanneer deze verkrijgbaar is. Ik zal even kijken of dat ook in het persbericht staat. Eventjes kijken hoor. Wordt niet heel duidelijk vermeld, maar ze zijn vanaf nu in ieder geval verkrijgbaar, want ze staan ook nu in de folders. Dus de collectie is er nu gewoon, maar voor deze collectie geldt dus op is op. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om deze video te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de bonus zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!